Zo zijn we dus begonnen. Eigenlijk vanuit een missie. Een missie om de pomptechniek weer voldoende op de kaart te zetten. Mensen in te laten zien hoe belangrijk het is om een goed pompsysteem samen te stellen. Zie een pompsysteem eigenlijk een beetje als een puzzel. Zo vergelijken wij het vaak. Als je in een puzzel een aantal stukjes hebt die je niet hebt, dan heb je wel een puzzel, maar geen volmaakte puzzel en ben je er eigenlijk niet tevreden mee. Dat is ook in de pomptechniek zo. Eigenlijk draait 20% van alle pompen maar in het ideale werkgebied. Dus dat houdt in dat 80% van alle pompen in een werkgebied staat te draaien waar de pomp het niet naar zijn zin heeft. Daardoor gaat er enorm veel geld verloren. En mijn zoon Robin, misschien kennen jullie hem wel, heeft mij de naam gegeven pompidioot. Ik krijg heel veel materialen toegestuurd en een van de pompidioten die ik tegenkwam had mij een materialen beloofd en die had ook een briefje alvast naar mij gestuurd, ja via de mail, dus niet meer per postduif, van Jos, het pakketje is wat extra zwaar geworden want ik heb er een bespaarpomp bij gedaan. En ik denken, ik heb toch al heel veel ervaring, maar een bespaarpomp, nooit van gehoord. Nu wel. Een bespaarpomp. Zoals je ziet, een echt pomphuis, een mooie gleuf erin gemaakt. En waarom? Dit is eigenlijk heel typerend. Dit is om aan te geven hoeveel geld er eigenlijk in de pomptechniek verkwist wordt. Aan onderdelen, aan energie. Als ik jullie vertel dat er gewoon pompen binnen 5 minuten defect raken. Dure pompen. Geloof je me dan? Het is echt zo. En daar willen wij wat aan doen.